Mazar meyni. Als ik aan Polen terugdenk, in Wisna vooral, dan zie ik direct terug de bomen vormen. Zo heel hoge bomen en met dennennaalden. Zo, het was behoorlijk groen in de tijd dat we daar waren. Het beeld dat ik voor mij zie, komt eigenlijk, wij zaten heel lang in de bus en toen waren de landschappen heel vlak met heel fel groen gras en heel veel kleine gele bloemetjes. En ook het zand had een andere structuur dan die van hier. Het was een zo meer aardig geelachtig en zo kleiig. Eerder. Veel, ja, eigenlijk veel kale vlaktes met die gele achtige substantie. Dat zie ik nog heel levendig voor mij. Krijg je dan een andere vorm? Kookt. Zo koffiedik kijken, hè? Ja. We zijn in 2016 in Polen geweest voor een samenwerking met de School of Murals. En we zijn daar een week verbleven. Ja, we zijn vertrokken naar Gdansk. En van daaruit hebben we een lange busrit genomen naar Wisna. Dat is een dorpje in het oosten van Polen. Waar we ook verbleven en sliepen. Indiem Brazam. Indiem Brazam. Dankuje. Dankuje. Din dobre. Din dobre. Het was een superklein dorpje. En we zijn daar echt met de mensen verbleven. Elke avond werden we door andere mensen uitgenodigd om daar te komen eten bij een kampvuur. Dus worstjes en brood te braden eigenlijk, ja, elke avond. Dobre. Ah ja, dat is dan gewoon dezelfde. Dobre. Ja, dobre. Dat is dobre. Een woord dat ze voor alles gebruiken. Din dobre, dobre, dobre pies. Een kat. Kot. Kot? Kot is kat. Ah. En spoka spoka. Spoka spoka. Spoka spoka. Spoka spoka. Die muur, omdat dat was zo hetgene wat er aan het gebeuren was die week. En dat was super bijzonder zo, om daar met hun te zijn en... we hebben dan zo veel Poolse woorden geleerd. Elke avond was af en toe zo wat moeilijk. Dus daarom hebben we Pools geleerd van ze eigenlijk. Om dat te overbruggen zo. Ja. Ja. Je kan haar echt zo... Ja, steppeltjes. Ja. Oké, dat is echt wel cool, hè? Ja. Goed, Isra, dus nu wordt je toekomst voorspeld aan de hand van een Poolse traditie. Ja. Met was en water. Een molen van in Nederland, Isra, op een bergje. De hond? Ja, een beetje, hè? Ja, dit zijn de mogelijkheden. Oh. Maar kijk, daaronder. Dat hartje. Wel, ja, veel liefde in je toekomst. En nu is ze zo'n mannetje met een bril. Zie je? Ja. Hier?
Dus professor in je toekomst? Datzelfde figuurtje, maar aan de andere kant. Ja. Zot dat die vorm hetzelfde is. Zie? Oh. Ja, daar gaat je toekomst. Ja. Brokkelt nu al uit elkaar. Het is een boot. Zie, hier allemaal mensjes. Ja, maar het is duidelijk dat jij gaat reizen in je toekomst. Ja, eigenlijk wel, is duidelijk. Ja. De oceaan over. Ja. Ja. Ik ben Tineke, ik ben kunstenaar. Ik maak schilderijen en de laatste tijd worden mijn schilderijen installaties. Ik ben Esra, kunstenaar. Ik werk rond licht en ruimte waar licht zich in bevindt. Cool. Oké. Okay. Dan ga ik.